Wij hopen dat het een succes gaat worden. We verwachten wel wat klanten. Het is voor ons ook een ideale moment om een aantal leveranciers een keer te ontmoeten in een andere context. Een beetje losser, een kopje koffie drinken, misschien een beertje in de namiddag. Dus, Wat maakt deze beurs zo uniek? Voor ons is dit een van de belangrijkste beurzen, samen met Breekbulk eigenlijk, om hier aanwezig te zijn als grote speler, is dat voor ons een hele belangrijke als Geodis groep zijn. Wij zijn ook bezig met een volledige rebranding voor One Geodis. En dat helpt ook om ons merk enigszins een beetje meer tastbaar te maken en ook bekend in de markt. Hoe reageren de bezoekers tot dusver? Tot op heden heel positief. We hebben denk ik een leuke stand. Het is gezellig. Kijken jullie zelf ook eens rond wat er voor de rest nog is? We proberen dat te doen, maar we proberen ons uiteraard ook wel te focussen op de klanten. En zoals ik eerder zei, de leveranciers zijn ook belangrijk. Je kunt de mensen ook een keer op een andere manier leren kennen. Iets minder in een stressige omgeving of officieel. Ja. Hoe belangrijk is dat het in Antwerpen kan doorgaan? Vermits dat wij oftewel een belangrijke speler zijn in de haven van Antwerpen, is dat voor ons toch wel een belangrijke om hier aanwezig te zijn. En is Brussel iets minder relevant op deze beurs.